De actie Horen Helpt is een groot succes. Ook scholen deden mee. Het grootste gedeelte van de school heeft meegedaan, dus dat was heel fijn. Hoeveel hebben jullie bij elkaar verzameld? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar heel wat. We hadden 2 auto's en daar moesten we 2 keer mee rijden. Ik denk dat we wel op een tegen de 2000 zakken zitten met winterkleren. Buitengewoon veel. Heel erg royaal. Horen Helpt is een samenwerking van kerken en moskeeën. De meeste kleren gaan naar Oost-Turkije. Ze leven daar in tenten. En ja, in Oost-Turkije is het in de winter is het best wel koud daar. En ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Dus die kleren die kunnen ze wel gebruiken? Ja, die kleren kunnen ze zeker gebruiken. En ik denk dat de vluchtelingen hier in Nederland die kleding ook wel kunnen gebruiken. Kolut al-Mobayet komt uit Syrië en is raadslid in Horen. Ze is erg blij met de actie voor zoveel van haar landgenoten. Het is een prachtige actie. Bij deze actie zie je ook dat iedereen graag een bijdrage wil leveren aan de problematiek. Ze willen graag gewoon mensen helpen. Maar 75% van de Noord-Hollanders maakt zich ook zorgen om de enorme vluchtelingenstroom. Die zorgen zijn wel terecht. Ik denk het wel, omdat wij nog geen oplossing hiervoor hebben. En iedereen die denkt, ja, wat betekent dat voor mij? Als staat moeten wij voor deze mensen ook een huis regelen. Je moet ook werk voor deze mensen regelen, onderwijs. Dus dat betekent dat het drukt voor de behoeften van de andere Nederlanders. Maar er is nu een stroom vluchtelingen. En Samira Etabai zal doorgaan met acties. Mocht iemand ons hulp nodig hebben, dan zijn we er altijd. Dus ik denk dat zeker dat er nieuwe acties gaan volgen.